Het is nog niet zo erg als 2 jaar geleden, maar ja, je ziet ze wel weer lopen op het strand. En dan hebben we het over dit beestje, de bastaard satijnrups. Na 2 jaar afwezigheid is de rups weer terug. Het beestje is vooral berucht door zijn brandharen die loslaten. En als die op de huid gaan zitten, dan krijg je behoorlijk ontstekingen, zeg maar. En dat kan weken aanhouden eigenlijk. Dus ze kunnen er zelfs ziek van worden, de mensen. In Schravenzand hebben we 2 gevallen gehad, 2 meldingen. Hier in het Monsterstrand nog niet. Wel een van onze lifeguards gisteren toen hij zijn shirt aandeed, toen zaten daar ook een paar exemplaren in. Wat wij adviseren is, haal de haartjes eruit. Ze zijn te klein voor een pincet meestal, dus doe dat bijvoorbeeld met plakband. En spoelt daarna met lauw warm water af. Raadslid Jan van Rossen maakt zich dan ook al jaren hard voor het bestrijden van de rups. En hij weet wel hoe het komt dat de rups weer terug is. Ik vermoed dat er te weinig voeding is op dit moment vanwege de droogte in de duinen zelf. Ze gaan alleen maar het strand op het moment dat je dus echt, dat ze geen voedsel kunnen krijgen. En dan gaan ze op zoek en dan komen ze op strand. Met name de strandtenthouders zijn daar niet blij mee. We hebben al te maken met de corona en als dan mensen ook nog wegblijven voor de bastaard satijnrups is dat natuurlijk wel vervelend voor ons. We hopen dat de mensen toch gewoon blijven komen als ze zich niet met de rupsen bezighouden en gewoon een beetje afstand bewaren, de handdoeken iedere dag wassen. Dan moet het gewoon goed gaan.